Ja, het is eindelijk zover. Het EK voetbal dat normaal vorig jaar zou door moeten gaan, maar ja, door corona een jaar uitgesteld. En de eerste wedstrijd van onze Rode Duivels is tegen Rusland. En ja, we zullen zien hoe goed België het zal doen tegen de Russen. De opstelling van de Belgen. We gaan voor 3-4-2-1. De Russen kiezen voor 4-2-3-1. En we kunnen eindelijk beginnen aan de wedstrijd. Courtois moet al meteen een redding maken. Misschien kunnen de Belgen hier iets doen. Ah nee, toch niet. Oh, de Russen kunnen nu scoren. En dat, oh, wat? Ze hebben net niet gescoord. Ik dacht echt dat ze zouden scoren. Het scheelde ook echt niet veel. Misschien kunnen ze het nu doen. En Courtois met de redding. De Belgen hebben nog niet heel veel laten zien in deze wedstrijd. En de eerste helft is al bijna gedaan. Misschien dat het nu nog kan. Met een voorzet. Is nog niet afgelopen. Oh, ze hadden nog net binnen. En dan gaan we zo zeker rusten. Oh, de Belgen komen dicht bij het doel. Misschien nu. Ah, hij had niet van ver moeten schieten. Hij had dichter moeten gaan bij de goal. Eerste wissel. Carrasco gaat erop komen. De Russen doen er ook een wissel. Als het zo doorgaat, eindigt deze wedstrijd nog in 0-0. En ik zou wel graag één goal willen zien. Nog eens een wissel voor de Russen. Ze houden net binnen. En scoren misschien nu en Courtois alweer met de redding. De Russen krijgen hier een hoekschop door. Weer een wissel. Batshuayi gaat erop en Lukaku eraf. Ze koppen ernaast. Ik hoop eigenlijk dat bij de echte wedstrijd de Belgen het wel veel beter doen dan dit. Want ja, dit is toch niet echt een goede wedstrijd die de Belgen nu spelen. De laatste wissel voor de Belgen, Trossard, gaat erop. En dan zijn haar eraf. Het is wel heel erg laat in de wedstrijd, dus ik weet niet of we nog een verschil gaan maken in de wedstrijd. Ik denk dat we nog een laatste aanval hebben van de Russen. En dat dan een einde wedstrijd is. En de scheidsrechter fluit nu al af. 0-0 is de eindstand. Geen goal gezien. En ja, Rodavel zal wel teleurgesteld zijn met deze uitslag. En ja, ik wil je bedanken om te kijken naar deze video. Hopelijk vond je deze video leuk. En dan zie ik je weer terug bij een volgende video dus. Doei doei!